Er is vanochtend opnieuw actie gevoerd bij het UMCG voor het behoud van het kinderhartcentrum. De statenfracties van de VVD, D66, CDA en ChristenUnie willen met een Valentijnskaart hun eigen Kamerleden in Den Haag laten zien waarom dit belangrijk is. Afgelopen december werd besloten dat de hartchirurgie moet gaan centraliseren. Dit betekent dat de afdelingen in Utrecht en Rotterdam open mogen blijven, maar die in Leiden en Groningen moeten sluiten. Na veel ophef heeft de minister afgelopen vrijdag gezegd deze beslissing toch uit te stellen, zodat er eerst onderzoek gedaan kan worden. Donderdag wordt hierover gedebatteerd, dus stopten de fracties vanochtend de kaarten voor de ingang van het UMCG in de brievenbus. Wij wilden met 4 partijen, ook onze landelijke collega's die daar in de coalitie zitten, nog extra oproepen. Volg je hart. We hebben dat ook per provincie gedaan. Dus wij hebben ons eigen Kamerlid opgeroepen van volg je Gronings hart en zorg dat de kindhartchirurgie ook in Groningen en Noordoost-Nederland gewoon bereikbaar blijft. We hebben dat al op allerlei manieren gedaan. Persoonlijk contact, natuurlijk ook met werkbezoeken hier in het UMCG. En nu dus door middel van een kaart die naar Den Haag gaat. Deze week is het debat in de Tweede Kamer over de eventuele sluiting van kinderhartchirurgie in Groningen en in Leiden. Dus dit is het uitgelezen moment om ons nog een keer uit te spreken en dat op een ludieke manier. Het is heel erg belangrijk dat zij op de hoogte zijn van wat hier speelt. En gelukkig is dat ook zo, want afgelopen woensdag hebben wij een gesprek gehad samen met de mensen van het UMCG en onze Tweede Kamerleden over het belang van het UMCG en welke goede dingen hier gebeuren en hoe goed de kwaliteit hier is. En dat juist het weghalen van de kinderhartchirurgie uit dit UMCG een ontbrekende schakel zou vormen in de rest van de keten van zorg. Niet alleen de Groningse statenfracties, maar ook hun collega's uit Drenthe en Friesland verstuurden vandaag een kaart. Want het UMCG is natuurlijk ook heel erg belangrijk voor de regio. Niet alleen voor de provincie Groningen, maar ook voor Friesland, Drenthe en een groot gedeelte van Duitsland. En daar moet het gewoon voor blijven. En daar gaan wij ook vanuit de VVD Staten en samen met alle andere fracties die hier nu ook staan, blijven we daarvoor vechten. De statenleden zien het positief in. In ieder geval heeft de minister aangegeven dat we graag een impactanalyse willen van wat zijn nou eigenlijk de gevolgen voor het UMCG, maar ook voor Noordoost-Nederland, complexe zorg. En op basis daarvan kijken wat de beslissing moet zijn. Nou, en het zal heel duidelijk zijn vanuit ons. Wij willen in ieder geval dat de kindhartchirurgie open blijft. En we zullen ook tot aan het definitieve besluit onze Kamerleden blijven oproepen om hun hart te volgen en het hier open te houden. En wat denkt u dat de VVD-Kamerleden gaan doen? Die staan er open in. En die zien ook wel dat, zoals het nu is gegaan, dat dat niet goed is. Het onderzoek is nu bezig en ik verwacht gewoon dat er uitkomt dat de kwaliteit van het UMCG zo uitzonderlijk goed is dat daar geen andere keuze mogelijk is. En onze Tweede Kamerleden staan daar ook achter.